Dit is Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week aandacht voor de verbouwing van station Rotterdam-Alexander, weekendafsluitingen op een deel van de A16 en de A29 en de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. Het metro- en treinstation Rotterdam-Alexander wordt grondig verbouwd. Na de verbouwing zitten het trein- en metrostation onder één dak. Door de werkzaamheden kan het treinverkeer een aantal weekenden geen gebruik maken van station Alexander. Komend weekend, vanaf donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei, zet de NS bussen in. De extra reistijd is 15 tot 45 minuten. De verbouwing van station Alexander duurt tot de zomer van 2019. Kijk voor meer informatie en reisalternatieven op rotterdamonderweg.nl/alexander. Komend weekend is een deel van de A16 vanuit Dordrecht richting Rotterdam afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit gebeurt tussen het knooppunt Ridderkerk Zuid en Ridderkerk Noord. Hierbij is de parallelbaan van de A16 in noordelijke richting afgesloten. De afritten 24 bij Rotterdam-Feyenoord, 25 bij Capelle en 26 bij Kralingen zijn daarom niet bereikbaar voor verkeer vanuit Dordrecht. Hiervoor zijn verschillende omleidingsroutes ingesteld. De hoofdrijbaan van de A16 blijft wel bereikbaar. De afsluiting is van vrijdag 11 mei 9 uur 's avonds tot zondag 13 mei 6 uur 's avonds. Op een deel van de A29 wordt komend weekend aan de weg gewerkt. Hierdoor is de A29 in één richting afgesloten tussen het knooppunt Vaanplein en de afrit Oud-Beijerland. Dit gebeurt vanaf vrijdag 11 mei 10 uur 's avonds tot maandag 14 mei 5 uur 's ochtends. Het verkeer rijdt om via de A15, de A16 en de A17. Richting de Hoekse Waard rij je om via de N217. De Keeltunnel zal tijdens de werkzaamheden tolvrij zijn in de richting van de Hoekse Waard. De A29 is voor de spits van maandag 14 mei in beide richtingen weer bereikbaar. Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, is de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. Ook dit jaar worden weer tienduizenden bezoekers verwacht. Om de dag in goede banen te leiden zijn verschillende verkeersmaatregelen genomen. Het autoverkeer wordt volgens een vaste route langs de verschillende parkeerplekken geleid. Verschillende straten zijn daarbij afgesloten voor het verkeer. De buslijnen 711 en 713 van de RET rijden naar een speciaal ingericht busstation. Ook is er een ruime fietsenstalling ingericht aan het begin van de badweg. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/hoekvanholland. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.